besteed je marketing zo snel mogelijk uit. Meen je dat nou? Ja. Ik doe al mijn marketing zelf. Ja, ja, nou dat, als je het heel erg leuk vindt, ga ermee door. Oh. Ja. Mijn stelling is in feite, ik zal hem iets nuanceren natuurlijk. Ik zeg dat wel eens, en zeggen klanten, ja, aan wie en hoe dan? Nou, ik geef je even een voorbeeld. En dat lijkt geen link te hebben, maar binnen de tijd gaan we het redden. Ja, hè? Ja, ja, ja. Ik heb vroeger een echte baan gehad, hè? Ja, ja. Ook net als jij. Ja. En dan had ik personeel, medewerkers, tegenwerkers, zat van alles tussen. En dan kwam er zo'n knaapje die dan net aangenomen was. Die vroeg dan Van Zetten, meneer Van Zetten zei ze toen nog. Hoe kun je hier zo snel mogelijk carrière maken? Ik zeg, oh, dat is heel simpel. Dan moet je ongelooflijk met je werk bezig zijn. En dan keek hij aan, werk. Ik zeg, ja, want doe je het andersom, ben je veel met je carrière bezig en vergeet je je werk, duurt het langzaam. Mijn stelling naar ondernemers is, als ze ongelooflijk goed met hun werk bezig zijn, hè, klanten blij maken zodat ze terugkomen op een manier, hè, die bij hen past enzovoorts, dan maak je die carrière vanzelf, want voor je het weet, gaan die klanten over jou praten. Aha, zo leuk. En die gaan dus marketing en sales voor jou bedrijven. Sterker nog, via bestaande klanten krijg je gewoon nieuwe. Dat klinkt niet nieuw, maar daar zou je vernieuwd naar moeten kijken. En bij jezelf is de vraag stellen, hoe doe ik dat dan eigenlijk? En waar blijkt dat in mijn gedrag uit, dat die klant dat over gaat nemen? Dat is natuurlijk super. Dus je moet gewoon, ja precies, dat bedoel je dus. Kun je dan zeggen, een ondernemer heeft geen marketing nodig? Nee, niet altijd. Nee, kijk, het leuke is, als je marketing in lijn is met dat gedrag wat je vertoont, gaat het elkaar versterken. Ja, ja, ja. Maar ik doe even ondeugend, bij een aantal bedrijven loopt de marketing zo ver uit vooruit op het gedrag, dat die klant denkt, nou, flexibel, altijd klaar, persoonlijke aandacht, 24/7. Dan bellen ze, klein voorbeeldje. Dus ik bel een dame van een helpdesk. Helpdesk. Dus je niet uitkijkt, denk ik, ik word geholpen. En zij zegt heel vriendelijk, dus heel klantvriendelijk, niet klantgericht, zegt zij, ach meneer, ik zou u wel willen helpen, maar ik heb net mijn computer uitgedaan. Kun je je voorstellen? Dat dus ik denk, oké. Okay. Ja, ja, dat gebeurt. Dus vanuit verwondering, ik denk, hatseflats, hè, even kijken hoe dat zit. Vraag ik aan haar, zit de knop er nog op? Moet opletten. Ja, zegt ze. Ik zeg, druk in, dan testen we hem. Nee, zegt ze, het is 5 voor 5. Kun je je voorstellen? Dus ik zeg tegen die dame, weet dat apparaat dat ook? Nee, zegt ze. Ik zeg, nou, drukken. Waarop de volgende uitlating kwam, u wilt, geloof ik, echt geholpen worden. Ik zeg, nou ja, ik dacht helpdesk, doe maar. Maar nou komt die Ronnie. Denk jij dat zij de intentie had om mij als klant te schofferen? Nee, joh. Maar het gedrag, daar word je niet echt vrolijk van. Oh, is het dat echt? Ja, oh, ik denk dan al vrij snel dat dat de intentie ook is. Maar dat Nee, joh. Zelfs jij, Ronnie, hebt de beste intenties in je werk. Hey, maar je vrouw af en toe denkt, mijn Ronnie, wat doe je nou toch? Weet je wel? Dat gat zit ertussen. Oh ja, en dus moet je dan ook niet boos worden? Nou, dat mag wel, hè, want ik ben geen moralist. Alleen ik heb gemerkt dat verwondering veel leuker werkt dan boos worden.